beetje verkocht hier? Ja, dan wordt hier supergoed eigenlijk verkocht. Hoe komt dat? Het is een keigezellig festival. De gezelligste die ik vind, waar ik tot nu toe naartoe ben gegaan. De sfeer is fantastisch, het zonnetje werkt lekker mee. Dus laat de regen lekker wegblijven, het is fantastisch hier. Welke jurken doen het beste? Het verschilt eigenlijk. De ene gaat liever voor een strapless, de andere gaat liever voor een jurk met mouwtjes. Het verkoopt eigenlijk allemaal wel goed. De jurken, het verschilt qua print, qua model. Maar ieder jaar komen ongeveer dezelfde modelletjes, maar iedere keer andere printen wel binnen. Krijgt de kleine ook een nieuw jurkje? Ja, dat is een jongen, dus hij draagt een mooi broekje. En we maken ze volledig zelf ook. Echte rock'n'roll broeken? Ja, klopt, volledig. Wat ik me afvraag, draagt u dit nog altijd? Nee, voor mijn werk niet, maar als het weekend is, dan als het even kan, gewoon helemaal in staan. Ook als u gewoon in het dagelijks leven het weekend gekleed bent? Oh, als ik met vakantie ben, dan probeer ik zo vaak mogelijk toch een swingdress of een jurk of een rok. Een beetje mijn haar netjes. Ja. En waarom doet u dat? Ik vind het lekker om er zo bij te lopen. Het is gewoon, ik voel me meer vrouw. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik ben gewoon meer vrouw als ik een jurk heb en me opgemaakt heb en mijn haar zit netjes. Voel ik me gewoon meer vrouw. En dan in die stijl die je nu draagt? Ja, absoluut. Ja. Waarom die stijl? Waarom die stijl? Omdat ik vind het vrouwelijk. Ik vind het tijdperk qua muziek vind ik gewoon geweldig. Dus ja, ik denk dat het gewoon een beetje er zo ingegroeid is. En ik heb deze jurk van hem cadeau gekregen voor mijn verjaardag een tijdje terug. En daar is eigenlijk de koorts mee begonnen. Mevrouw Huigen, ga je nog een stukje dansen? Ja, wat de gek op. En ik ben van 10 januari 1936 en Elvis Presley van 8 januari 1935. Dus we gaan gewoon door. Was u een liefhebber van Elvis? Zegt u? Was u een liefhebber van Elvis? Meneer, ik was er verliefd op. Ik ben van zijn generatie. Hij is van 35 en ik van 36. De posters in de kamer. Dat was het enigste wat we hadden. We hadden geen tv, we hadden niks. Dus we begonnen met Elvis Presley, dan worden we geweldig. En hé, dat was toch geweldig. Oké, ja, aan de klok. Ik ken het nou niet meer natuurlijk, maar het was leuk. En hoe vindt u het feestje hier? Ja, ik wist het niet. Is er geen rugbereid aangegeven? Nee, want ik kom en ik zie ineens allemaal feest. Dus ik denk hierop afgaan. Ja, als er een feestje is, ben jij er. Blijft. Kijk eens, die heb ik gehad. Zo'n auto heb ik gehad, in 54. Daar reed je mee rond? Dan kon ik met mijn benen niet, omdat ik korte pootjes heb, niet bij de debruatie, zeiden we vroeger. Maar het is bij de, wat je instrapt, weet je wel? Koppeling? Ja! En dan had mijn mama iets gemaakt dat ik erbij kon. Oude radio erin. Prachtig was dat. Weet u dat nog? Nee, ja? Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Ik heb gezegd, doe maar wat. Maak er wat moois van. En wat gaat het worden? Ja, het wordt in ieder geval een vet rockabilly kapsel. En ja, als ik zo kijk, een vet kuifje erin. Kom op. Is er haar geschikte voor, ja? Ja, perfecte lengte. Goede dikte. Spannend. Nee, ik vind het niet zo spannend. Maar ik ben wel benieuwd wat hij ervan gaat maken natuurlijk. Wordt het nog veel gevraagd, dit soort kapsels? Gaat u maar gewoon door, hoor. Ja, redelijk veel, ja. Het is toch een beetje een scene die doorkomt. Mensen door blijft komen. Ja, en wie wil nou niet een vet kapsel hebben? Dat is toch vet? Gewoon een man maakt... Kijk, kan een man met wat korter haar hebben en die denkt van ja, tientje waard. Kan ook gewoon een vet kapsel nemen en dan je denkt van ja man, die man die is 100 euro waard. En mensen geven wel weer wat uit voor een kapper. Wat zei? De mensen geven wel weer wat uit voor een kapper. Ja, ja, als je er goed uit wil zien, moet je ook wel een beetje in de buidel tasten. Maar ja, een goede broek kost ook gauw 100 euro. En een knipbeurtje? Een knipbeurtje is hier 20. Dus het valt nog mee, maar het is wel acceptable. Ja, toen was mijn zoon geboren in 1958 was mijn zoon geboren en dan had ik hem staan voor de deur en rooien. Hartstikke mooi en helemaal nog maar hout erin. Ik weet niet meer hoe hij heet. Ik zeg ook niet dat het een Ferrari is, maar het was wel een hele mooie. Ford. Dit jaar die had ik ook natuurlijk.
En meneer, wij kennen elkaar al jong, hè? 60 jaar op de markt gestaan, hè? Ja. Ging u bloemen halen met die Ford? Nee, dat leek erachter. Mijn man met de vrachtwagen en ik erachter gingen we naar het pakhuis om het te doen. En de kinderen uit school te halen. Dus het was ook een werkauto. Snap u, je had hem nodig. Maar de kinderen naar school bracht, er was geen crash, hè, meneer? Moest hij ze nog allemaal ophalen. Even afstappen. Hoe oud is deze, Alex? Wat zei je? Hoe oud is deze? 1950. Ja. Red bike. Wat is de bijzonderheid? Wat zei je? Wat is er bijzonder aan? Ja, het is een Poeg uit 1950. Poeg. 250 cc. Ze hebben je rijbewijs nodig? Ja. Ik kan niet met een brommerrijbewijs. Heb je hem al lang? Ja, hij is van mijn vader geweest. Dus, Die heeft ermee rondgescheurd. Ja, die heb ik nooit gekocht in 1950. Dus, Altijd in de familie gebleven? Ja. En nu een beetje met showen? Ja, even een beetje rondrijden. En dan ga ik hier even kijken en daarna kijken. Show of bike, hè? Is dat leuk? Ja, op zich wel leuk. Dus het kan wel. Krijg je daar veel vragen over? Ja, hoe oud die is. Net als jij. En mijn man had de vrachtwagen en ik had deze. Nou, eerlijk waar, maar dan het rood. Apart, meneer. Deze tijd komt niet meer terug. Mensen hebben geen tijd meer. Ze hebben allemaal druk, druk, druk. Dus we gaan gewoon verder. Maar ik heb nog even tijd. En ik vind het heerlijk om met u te spreken. Nou, nog even een dansje. Ja? Nou, daar gaat hij dan. Wat is de meest gestelde vraag over die motor? Eigenlijk wordt daar niet echt een vraag over gesteld. Wordt meestal gezegd, leuk speelgoed, zoiets. Niet wat die kost. Zegt u? Niet wat die kost. Wat die kost? Nee, dat vragen ze nooit. Nee, dat durven ze in Nederland niet, geloof ik. Ga ik het doen, wat kost die nou? Hij is niet nieuw, dus tweedehands. Dus iets minder dan nieuw. En als je het over nieuw hebt, waar heb je het dan over? Ik denk niet dat ik de expert ben, dan moet u denk ik bij hem zijn. Wat kost die nieuw? Ja, 123.000. 23.000. Zoiets. Wat mij, hè? Mijn vader had het prachtig gevonden, hoor. Al die oude auto's. U niet? Ja, ja. Dat zijn allemaal wagens in de tijd toen ik geboren werd. En over welk jaar hebben we het dan? Hé? Over welk jaar hebben we het dan? Ik ben van 1955, dus die dingen zijn allemaal uit de jaren 50. Die. Mijn vader had een Ford C4. Met een viertakmotor en in 1963. Daar gingen we naar Zuid-Frankrijk op vakantie. En u achterin? Ja, natuurlijk. Mijn grootmoeders. Hey. En dan mijn broer, die was nog maar een klein ventje toen. Hey. En had van ons, die was nou 57 jaar, wat hij nou. Dus, Maar die auto's zien er nog goed uit voor een leeftijd. Ja, ik ben 62 jaar, joh. Dus, Net zo oud als u bent. Hey. Dus net zo oud als u bent. Ja. Ik zie u een beetje met een jaloerse blik kijken naar die motor. Ja, ja, hij valt buiten mijn begroting. Maar het is wel een echte motor. Die scootmobiel van u, die bevalt toch ook wel? Die bevalt prima. Ja, ja. En er zit een achteruit op. Er zit een achteruit op en ik kan er alles mee doen waar ik zin in heb. En ik kan er ver genoeg mee komen. Ik kom overal waar ik naartoe wil. Dus dat, dat gaat prima. En je hoeft geen helm op? Nee, je kan er zelfs mee boodschappen gaan doen in de winkel. Dus, En dat kan je met die Harley achter u niet? Nee, dat kan met die Harley kan dat niet. Nee, dat is dan een nadeel. Dan moet ik weer lopen en dan gaat weer iets moeilijker. Dus we zijn blij hiermee.